Schoon Dijken in Zeeuws-Vlaanderen, dat zich prachtig heeft hersteld van de oorlogsschade, bezit een praktijkschool voor landbouwtechniek, die onlangs door de heer Van Keulen, de directeur van het landbouwonderwijs in Den Haag, werd geopend. Door de theoretische lessen verkrijgen de leerlingen inzicht in constructie, onderhoud en kleine reparaties van de machines. De direct na de oorlog geplaatste Nissenhutten bewijzen nog steeds goede diensten. Voor de cursisten is er een logeer en een ontspanningsgelegenheid. Vanzelfsprekend ligt bij dit onderwijs de klemtoon op het praktische gedeelte. De school heeft ongeveer 5 hectare grond ter beschikking waarop de cursisten kunnen werken. Een uitgebreid machinepark stelt de leerlingen in de gelegenheid zich vertrouwd te maken met de verschillende landbouwwerktuigen. Het zijn tegenwoordig vooral veiligheid en inzicht die meetellen, in plaats van de kracht die men vroeger moest kunnen opbrengen om landarbeid te verrichten. Vandaar dat de opening van de school niet alleen de aandacht trok van de huidige leerlingen, maar ook van de oude garde. In een tijd waarin de mechanisatie van de landbouw steeds verder voortschrijdt, bestaande arbeidsmethoden veranderen en nieuwe worden ingevoerd, voorziet de moderne landbouwpraktijkschool in Schoon Dijken in een grote behoefte.